Zo, of op 40 meter aan het luisteren. Ik kan nog steeds niet zenden met dat ding. Geen zendantenne. Maar het luisteren gaat wel. Frequentie. Op 40 meter. Kijk. 7018 en 700 hertz. Het geluid is erg zachtjes. Ik heb een speakertje erop zitten. Eigenlijk werk je alleen met een koptelefoon. Die Piker die heeft enige moeite om het lage geluidsniveau weer te geven. Ja, voor wie dit apparaatje niet eerder gezien heeft, dit is de Mountain Topper. Die is 1 of 2 mm groter dan een creditkaart. Dat is een 3-banden HF transceiver. Werkt op een 9 volt batterij en geeft dan 2 tot 2,5 watt output nog. Ah, nu zitten we duidelijk buiten het CW-gedeelte. Ik hoor telex signaal. Ja, 43 zie je wel. En dan werkt dus inderdaad nu op het 9 volt batterijtje wat je hiernaast ziet. En dit is het sleuteltje. Nou, ik zal maar niet met één hand uitklappen, dat is een beetje lastig. Maar je kunt de twee peddeltjes die kun je hier naar buiten trekken en dan kun je seinen. Maar ik heb de QRM eliminator ertussen staan, dus laat ik dat maar niet doen. Ik weet niet of de geluiden op de achtergrond te horen zijn, maar Roderick die staat weer eens te vervelen bij de deur. Meestal heeft hij wel in de gaten dat ik niet via een zender of via de telefoon praat.
Nou, het is even wel koest. Want ik kan er niet tegen als ik... is die kennelijk jaloers als ik in gesprek ben. Als ik wat inspreek, dat vindt hij minder erg. Het is wel slim dat hij dat begrijpt, hè? Ja, ik heb het wel laten horen. Het is niet super druk. Dat is ook op de 817 niet het geval. Er is wel een contest gaande. Hè? Een ontvangstantenne is een loopantenne met de QRM Eliminator. En ik wil hem ook eens buiten gaan gebruiken binnenkort. Of het nou koud is of niet. Ik slingel ergens een draadje heen en dan kijken we wel. Kijken of ik een verbinding kan maken op die manier. Maar eerst thuis een paar verbindingen maken. Even het apparaatje leren kennen. Want er is nog niet zoveel van terechtgekomen. Als het allemaal lukt zoals ik wil, dan ga ik dit weekend een antenne ophangen waar ik ook mee kan zenden.